En dan mag weer ingehaakt worden hier bij Baronie TV, hoor. En dan gaan we. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. Ik kijk bij vrouwkes in hun derde oog. Je wil niet weten wat ik daar tegenkom. Van gouden ringen tot de goudvis die daar zwom. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. De meeste vrouwkes die houden het niet droog. Maar dat komt door mijn vingers en de tangen. Ja, dokter worden, dat was mijn verlangen. Toen ik een kleine jongen was, toen wist ik het al wel. Ik wilde dokter worden, dus ik leerde best wel snel. Ik oefende met meisjes bij mij op bezoek. En voordat ik het wist, deed ik mijn eerste onderzoek. Oké. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. Ik kijk bij vrouwtjes in hun derde oog. Je wil niet weten wat ik daar tegenkom. Van gouden ringen tot de goudvis die daar zwom. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. De meeste vrouwtjes die houden het niet droog. Maar dat komt door mijn vingers en de tangen. Ja, dokter worden, dat was mijn verlangen. De vrouwtjes met problemen, kom dan naar mijn praktijk. En open maar de benen, zodat ik even kijk. Dan open ik de eende bek en start het onderzoek. Ja, dokter zei, dat is te gek met vrouwtjes op bezoek. En dan gaat hij weer. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. Ik kijk bij vrouwtjes in hun derde oog. Je wil niet weten wat ik daar tegenkom. Van gouden ringen tot de goudvis die daar zwom. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. De meeste vrouwtjes die houden het niet droog. Maar dat komt door mijn vingers en de tangen. Ja, dokter worden, dat was mijn verlangen. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. Ik kijk bij vrouwtjes in hun derde oog. Je wil niet weten wat ik daar tegenkom. Van gouden ringen tot de goudvis die daar zwom. Mijn naam is Gineke, gynaecoloog. De meeste vrouwtjes die houden het niet droog. Maar dat komt door mijn vingers en de tangen. Ja, dokter worden, dat was mijn verlangen. Maar dat komt door mijn vingers en de tangen. Ja, dokter worden, dat was mijn verlangen. Oké, dankjewel.